Kijkers, welkom bij het laatste deel van In Gesprek met. Ik zit weer hier op de bank hè, en nu met een historicus van Suriname. En dat is niemand anders dan de heer Iwan Wijngaarde. Want meneer Wijngaarde, die was bekend van wij en de planten, maar dat is een long time ago. Want nu weet hij heel veel van onze geschiedenis. Is dat zo? Dat klopt, ja. Ik heb me erin verdiept. Net <laughs> ja. als ik me in de planten verdiept heb. Absoluut. Ook in de geschiedenis van Suriname. Ja. Wat was uw opleiding toen? Ik ben landbouw hier gedaan in Europa, tuinbouwkunde. En ik ben terug naar Suriname en tuinbouwkunde en later agrariër. En nu in de geschiedenis gedoken. En <laughs> historicus. <laughs> want, want u heeft geen geschiedenisles gevolgd en zo. Nee, het probleem die wij hebben uh, van Afrika komt af vanwege de slavernij. Heeft mij gedwongen om te gaan studeren in onze geschiedenis. Mm -hmm. En de geschiedenis van de wereld, het Caribisch gebied, et cetera. Uh, want het is noodzakelijk weer een change brengen. Yeah. In de situatie. En, en het bestuderen en studeren van de geschiedenis heeft gemaakt dat u voorzitter bent geworden voor de voor Afrikaanse ramen. Dat klopt kan je zeggen ja, ja. Ja, ja, ja. We zijn blij dat u dat heeft gedaan want nu de mensen die niet studeren zoals ik die geeft u de geschiedenis mee. En die komen geleden al mijn vragen te stellen. Helemaal. En vandaag uh, uh, we gaan praten over een activiteit die vrijdag aanstaande gehouden wordt. En dat is. Dat is Remembrance Day, gaan we herdenken. Een bijzonder gebeuren in 1791 in de Caribbean. Een gebeuren dat gemaakt heeft dat de slaaf, de transatlantische slavenhandeling, is afgeschaft in 1808. Mm. En dit gebeurde zo belangrijk dat het beroering gebracht heeft in de hele Nieuwe Wereld. Uh, dat de aanleiding geweest is dat later de slavernij is afgeschaft. Nou, verschillende tijden natuurlijk. De Engelsen zijn 39 jaar voor ons. De Fransen zijn ongeveer 14 jaar voor ons. Uh, zo is het doorgegaan. Maar er ja. moest iets gebeuren. Ja. En maar, dat, uh -huh. Als u het heeft over de Nieuwe Wereld... Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het zijn uh, wij, al die 16 eilanden en het vasteland. Oh, nee. en, uh, dat zijn allemaal horen onder de nieuwe wereld. De mensen die de Europeanen, de uitbuiters, die mensen gehaald hebben uit Afrika, India en noem maar op, gebracht naar het nieuwe continent, ja. zeg maar. Om uh, geld te verdienen met de arbeid, slavenarbeid. Dat is een nieuwe wereld, ja. Dan weten we dat ook weer. Maar deze Remembrance Day, de Doorsnee Surinamer. Het is niet echt bekend bij hun. Hè? Ja, ik vind het jammer dat wij van African Romaf, mm -hmm. of Surinamers in het algemeen, niet zoveel aandacht besteden aan zo'n eigen geschiedenis. Die gezorgd heeft dat we zijn wat we nu vandaag aan de dag zijn. Mm -hmm. En dat vind ik jammer. Mm -hmm. het is, uh, en we moeten onze mensen die ons voorgegaan zijn. Moeten we die plaats geven uh, en dan gaan we genade krijgen. Membre denk Ramon voor Inderdaad, membre denk dan Granis Acondiyou. Maar Remembrance Day, voor de hoeveelste keer herdenkt de federatie deze dag? Ik moet zeggen, het is begonnen in, uh, in, in 1997, heeft de UNESCO dit uitgeroepen. Uh, vanwege het geweldige gebeuren in, in, in Haiti, de overwinning van de Haiti, Haitianen. En in, 17, in 1998 is het voor het eerst herdacht of gevierd in Haiti, in Sierra Leone in, 17, in 1999. En wij hebben de stoute schoenen aangetrokken in 2001, het grootste doen op het plein bij ons hier. Ah, okay. En nu uh, wordt het niet zo groot meer gedaan? Uh, de eerste dingen doe je altijd een ja. beetje groot. Uh, de Haitianen de hebben deelgenomen eraan, De ambassade, de Amerikaanse ambassade. Ik moet zeggen, het is zo belangrijk dat we ook in een, een paar jaar geleden, de Amerikaanse ambassade, een lezing georganiseerd in de uh, American Corner. Mm. Uh, waar uitgebreid hierover gepraat is. Ik, moest, ik mocht daar een lezing voor zorgen. En ja. ze hebben een geweldige, mooie brochure oh. en, uh, gemaakt toen de tijd voor die lezing. En waar ze al die belangrijke mensen rond uh, uh, de overwinning in Haiti hebben ze op papier gezet. Ja. En een van de belangrijke die wij allemaal vaak vergeten, dat is Boekman. Boekman is, heeft eigenlijk maar twee weken. Gevochten. Oh. <laughs> en de baat was zo belangrijk. Hij was een spirituele leider. Hij komt uit Trinidad naar Haiti. En uh, die heeft gezorgd dat door sweris, dat men een, uh, het gevecht goed heeft kunnen voorbereiden, spiritueel. Toen heeft het strategisch een, uh, de, de power aangegeven. En Boekman de spirituele power. Uh, door Sweris te maken, zodat uit vier windstreken het gevecht. Aangepakt is. En het was geweldig. Het was succesvol. Vele die waren het een beetje uitgelekt en dacht, dachten dan: dit wordt toch niks. Mm -hmm. als, die, als die zwarte een witte man zien, dan gaan ze aan de andere kant kijken en dan zijn ze met, de, met hun hoofd tot tussen hun benen, zeg maar. Maar door die spirituele kracht die we hebben, voelden uh, we voelden ons zo boven alles. Dat de strijd gewonnen is in Haiti. En daarom is Boekman zo van eminent belang. Wetenschappers hebben ook onderzocht dat de Afrikaneros kunnen onderdanen zijn, op het moment dat ze spiritueel geprikkeld worden. Dat zweven ze boven alles. Mm -hmm. <laughs> hebben wij ook hier die spirituele prikkel? Ja, ja. Als mensen geestvervormd raken, dan zijn ze zo machtig en, uh, dat, dat, je niet te, dat die te zeggen is. Ze kunnen zoveel dingen doen. De kerk noemt dat afkodree, ja, duivels. Dat, dat is jammer. Dat we, en wij, wij staan als leiders voor die kerken, wij zwarte cellen. Mm -hmm. En we minachten onze afkomst, die ons geholpen heeft dat ze nou voor een kanser kunnen staan. Dankzij die man die ze uitschelden. Zij zeggen: Het is Jezus, het is God. Uh, kijk, je moet uh, bidden en werken. En als je blijft zitten, dan gebeurt er niks. Het spirituele komt ook van onze lieve Heer. De wetenschap komt van onze lieve Heer. En de hele vastlegging van onze historie komt van onze lieve Heer. En als we dat allemaal gebruiken, je moet allerlei krachten gebruiken, weer een doel bereiken. En als je gaat kijken, ik ga het uit één hoek bekijken. We hebben het hier uh, verzet gepleegd, allemaal uit één hoek. Het is allemaal mislukkingen geweest. En heeft alle, alles heeft Haiti gebruikt uit vier want je gaat altijd verraders hebben. En uit vier al heb je wat verraad, hoef je niet bang te zijn. Het percentage dat gaat werken tegenaan is veel groter. En dan krijg je een overwinning. Ja. Dus die remembrance die moet gelinkt worden aan Haiti? Ah, ja, 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 dat heeft de Verenigde Naties, vond het zo belangrijk, dat ze uh, een dag hebben uitgeroepen. Wat dankzij, mede dankzij, uh, het gevecht in, in 1791 heeft gemaakt dat de transatlantische slavenhandel is afgeschaft. En vervolgens krijg je de slavernij natuurlijk. Dus wij allemaal moeten blij zijn. Ik roep iedereen op. Gigrani, nou, de Grauwenvonen. daar is haar Wini ook toe. Dat moeten we laten tonen. We beginnen uh, vrijdag aanstaande om. Om half vijf zijn we daar inloop, vijf uur beginnen we, we hebben we prominenten uitgenodigd, het jeugdparlement, de minister, de directeur cultuur, mensen van UNESCO hebben we uitgenodigd. En uh, om de mensen toe te spreken, we zullen proberen zoveel mogelijk culturele dingen te doen om uh, dat we ze graning kunnen geven, van dankzij hun de kracht was in het culturele dat ze de overwinning gewonnen hebben. Ze zullen een bloemenhilde geven aan degenen die uh, gevochten hebben en anderen die overleden zijn door het gevecht. U zegt we zullen daar zijn, maar u zegt niet waar daar is. Uh, daar, we hebben één monument hier in Suriname. Uh, het is geen persoon, het is de dag toen we vrijgekomen zijn, dus alle vrijheidsactiviteiten die te maken hebben met de slavernij dan gaan we daar vieren, zolang we die... Geen monument. Als we een monument hadden van Toussaint L'Ouverture in Suriname, net als we hier een in Suriname geplaatst hebben van... Een, hoe heet die weer? Een... een Simon Bolivar, Die Haiti ook geholpen heeft, dat ze vrijgekomen zijn. En uh, daar gingen we bij. Bij het monument van Toussaint L'Ouverture, maar dat hebben we niet. Dus we gaan bij het vrijheidsmonument van ons. Dat is uh, Kwaku. Aan de dokter Soegelette van Saar, de dag toen we vrijgekomen zijn. Ja, ja, ja. Want vele mensen dachten dat het een standbeeld was, maar. Nee, nee het is gewoon de dag toen we vrijgekomen zijn. Op 3D-rokko zijn we vrijgekomen. En dat is Kwaku. Oh. Oké, okay, dus mensen die hun kinderen Kwaku noemen, zijn kinderen die op 3D-rokkoe zijn. Ja, woensdag, woensdag. Monday, 2 d 3 d roko. we kennen het. <laughs> Vijf uur dus. En. Uh, en dat set speeches is gewoon ja, eigenlijk ter herdenking. Uh, bloemenhulde, uh, herdenken, iets vertellen. Ik zal iets vertellen over de geschiedenis, een beetje daar. Uh, dat men weet waarom we dat doen. En hoe belangrijk is dat we dat doen. En eigenlijk moeten we dat doen. Ja. Okay. Want het doen. Is... Ja. U kunt de Surinaamse samenleving oproepen. Nou, ik roep van hier uit Sunama's, den Roeten voor Afrikaan, Afrikaanse Nama.

En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek met Voor Vandaag. Uh, u heeft het gehoord, uh, meneer Wijgaarde, die heeft aangegeven een beetje. De geschiedenis ingedoken en ik blijf het zeggen hoor, o, onze geschiedenis is echt machtig, is levendig, is mooi en het is goed dat je ook weet hoe bepaalde links gelegd moeten worden. Er is een Remembrance Day uh, die op uh, vrijdag aanstaande gehouden wordt en de link is naar Haiti want daar is er gevochten voor en uh, dat was eigenlijk de basis voor afschaffing van de transatlantische slavenhandel en dat was dus het opkopen en verkopen van mensen. Onze de voorouders voor UNO. Dus ik denk dat u ook aanwezig moet zijn om te horen wat er allemaal is gebeurd. En hoe wij wij zaten, hoe we er nu mee omgaan. Want nog steeds, hè, u heeft het, we moeten dadelijk een discussie hebben tussen de christelijke leiders en de mensen van de federatie over christendom en cultuur. Wat is het nou precies? Maar ook dat we weten van hé, daar zit die roots, daar is het begonnen. Nou, in het eerste deel heb ik gesproken met de heer Rudolf Elias, directeur van Staatsholie, over het wel en we van Staatsholie. In het tweede deel heb ik gesproken met de dames van BOG, de stichting BOG Hair and Beauty, over een vakbeurs die gehouden zal worden en het begint op 26 augustus. En in het laatste deel met meneer Wijn, gaat over de Remembrance, die die vrijdag aanstaande gevierd of herdacht zal worden. Heeft u nog net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond om 8 uur op kanaal 12.2. En later in de week kunt u het ook volgen op de YouTube-channel van ATV. Bedankt voor het willen kijken. Goeiedag.